De legging voor de ram. Hermiet. Pentakels 8. En de dwaas. Je bent eigenlijk gefocust op jezelf. Ik zie een hele nieuwe start. Het zou een nieuwe onderneming kunnen zijn. Iets wat je altijd al hebt willen doen. En het is iets wat jou heel veel voldoening gaat geven. Ik zie dat je heel erg gedreven bent, heel erg gefocust bent op de successen die je wil behalen. En je hebt eigenlijk zelf alles in handen om dit tot een succes te maken. Je weet precies wat je moet doen. Wat je nodig hebt. Je wil, koste wat kost, wil je hier een succes van maken. En dat is eigenlijk precies wat je gaat doen. Ik zie dat je andere dingen gaat laten. Zodat je je helemaal compleet kan focussen op die nieuwe start. Ik zie wel de mogelijkheid voor een nieuwe relatie voor je. Alleen denk ik niet dat je daar tijd voor gaat maken. Dat je daar tijd voor hebt. En dat is wel heel erg jammer. Want het zou een hele goede, fijne relatie zijn. Stabiel, heel veel liefde. Wat dat betreft is het wel jammer natuurlijk als je dat laat gaan. Maar ja, die tijd komt nog wel. En ik denk inderdaad dat het beter is om je nu eerst te focussen op die nieuwe start, dat nieuwe begin. Later is er nog wel tijd voor de liefde. Je weet eigenlijk al precies wat je gaat doen en hoe je het moet gaan doen. En je plannen zijn al in werking gezet. Dus je bent eigenlijk al begonnen. En je vertrouwt helemaal op je intuïtie hierin. Dus je laat je eigenlijk leiden door dat idee wat je ook vanuit je intuïtie hebt gekregen. En alle stappen die je gaat zetten, die komen ook vanuit je intuïtie naar boven. Zijn dat het iets is, iets internationaals, dus iets wat de wereld overgaat of iets wat online gebeurt. Misschien ben je iets online aan het ontwikkelen.
ja, er zit heel veel potentieel in. Dus dit... wat je doet is eigenlijk je gevoel en je zakelijke instinct, dat komt samen in dit project. En het is vrij druk de komende tijd, dus vandaar ook dat je geen tijd hebt voor de liefde. Ja, ik denk dat je, als je hiermee bezig bent, ja, ik wilde zeggen, wacht nog eventjes met alles vertellen tegen iedereen. Wacht tot het echt een succes is. Je kan natuurlijk vertellen waar je mee bezig bent. Maar je echte verwachtingen van hoe succesvol het gaat zijn, wacht daar nog eventjes mee. Nou, ik zie dat je veel bezig bent met alle mogelijke opties te overwegen. En ja, daar hoort ook die relatie bij. Het overwegen van een relatie. Want ik zie dat je opties hebt. Je hebt meerdere personen in je leven. Je hebt de optie om een vaste relatie te beginnen. Ja, ik zie je kiezen of je daar achteraan gaat of niet. Het is een soort jacht. Maar ik denk niet dat je er tijd voor hebt op dit moment. Ik denk dat je je aandacht en je energie beter kan steken in datgene wat het zo succesvol maakt. Als je al iemand in je leven hebt, dan gaat ook die relatie een beetje rustiger vaarwater in. Ja, dan is het nodig dat je partner met jou samenwerkt of wat taken van jou overneemt. Omdat jij vooral ja, gewoon druk bent met het nieuwe project. Daar al je aandacht op focust. Of je aandacht op richt. En je daar op focust. Zekerheid. En oneindige zegeningen. Ja, dat is wat hier vanaf komt van het project. Dat voel ik vanaf het begin. Heel veel zegeningen, heel veel succes. Grote financiële successen, zegeningen. En zekerheid eigenlijk voor de rest van je leven. Wat je hiervan krijgt. Dus daar kan je best wel tijd insteken. Zeg maar alleen in dat. Totdat je alles goed op de rit hebt en dat het loopt. En dan heb je weer wat tijd voor andere dingen. Maar voorlopig even de volle focus op dat nieuwe project wat er aankomt. Dus ja, ik wens je heel veel succes daarmee. Oké, dag.